En rennen. En rennen, 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 rennen. Zo ja. Zo. Hey lieve patatjes, welkom bij een nieuwe video. Ik ben Sergio. Ik ben René. En we gaan vliegen. We gaan powergliden. Yeah, tandemvlucht. We moeten helemaal naar Eindhoven. Probeer het niet, verder schat. Ik zag hier Eindhoven staan. Ja. Oké, okay. Nog verder dus. We zijn aan het racen, want door verkeersomstandigheden zijn we dus te laat. Het zal dus niet zo zijn. Het klote is dat we eigenlijk niet echt een telefoonnummer kunnen vinden waar we hun op kunnen contacten. We hebben er één gevonden, daar wordt niet opgenomen. En ze hebben de voicemail uitstaan, dus ook echt super handig. Dus ja, nou ja, we hopen dat het allemaal goed gaat komen. En dat het gewoon een toffe vlucht wordt. Want eigenlijk was onze eerste contacten met hun nou niet echt heel erg best. Nee, vriendelijkheid was vet. Vriendelijkheid, klantvriendelijkheid was ver te zoeken inderdaad. Want we zaten een beetje te rommelen met de datum. We dachten dat we ergens hadden geboekt en waarschijnlijk geen reservering. Dus wij zijn al vervelend van vanwege de miscommunicatie en bla bla bla. En dan krijg je gewoon terug. Dit is geen kwestie van miscommunicatie, dit is een kwestie van niet goed lezen. Oké. Zo, nou, toon is gezet jongens. Een high five in my face with a chair. With a chair, ja. Dus ja, we hopen dat de rest wel gewoon vriendelijk gaat en dat het gewoon een toffe vlucht wordt. En dat we daar wat leuks over kunnen vertellen. Ja, dat is mijn kerstcadeautje. Kerstcadeautje, eindelijk kunnen in een eindelijke datum kunnen vinden dat en het zon allebei schijnt. Gaat. En de zon schijnt inderdaad. Wat een geluk. Dus hopelijk kunnen we ook het een en ander filmen in de lucht. Of als de ander aan het vliegen is. Kijken of het mag. Geen idee. En dat jullie niet als volgende vlog een begrafenis zien. Dat we gewoon overleven. Hè? Dit zou wel heel erg naar zijn inderdaad. We gaan even racen. Ja. Yeah. Nou, bijna twee uur verder. Nou, we zijn net gebeld door de organisator, want we zijn een half uurtje te laat. En dus gelukkig belden ze heel vriendelijk op om te vragen of we onderweg waren. Dus wij hebben gezegd van we hebben echt veel in de file gestaan. Gelukkig wachten ze op ons. Dus dat is wel hartstikke fijn. En gaat het allemaal goed komen. In ieder geval goed licht dat ze het niet erg vinden. Dat ze in ieder geval wisten dat we eraan komen. Dat ze het begrepen. En inderdaad, geen paniek. Nee. We zijn er klaar voor. We zijn er klaar voor. Het is fucking heet jongens. We hebben echt geluk. Dus nog eventjes. Zo, we staan op het veld. We hebben juist de instructie gehad. Misschien zie je achter me nog wat vliegen. Hangt er nog iets in de lucht? Oh, er komt er net eentje naar beneden. Ik denk dat we net voor zijn. Ja, daar. Oh. Ik zie hem niet hoor. Ja, ik zie hem wel. Ja? Hij landt bijna. Ja, we zijn er net instructie gehad. Nou, we hebben zelfs nog een taak. We moeten ons ontkoppelen in de lucht. Ja. En we moeten rennen als een malle. Rennen als mallen en de hendel trekken op het moment dat het gezegd wordt. Nou, ja. Dat moet lukken toch? Denk en het is niet tegelijk, dus ook ik kan het. Ik hoef niet te multitasken. Nee. Eerst rennen en dan trekken. Ja. Ik heb er onwijs veel zin in. Het zonnetje schijnt een beetje. Het is bijna windstil. En we hebben niks gezegd over filmen of vloggen of wat dan ook. Dus ik trek in de lucht gewoon die camera uit mijn zak. En begin als een malle te filmen. Om zo voor mij de herinnering natuurlijk eeuwig te maken. Maar ook om jullie een kijkje te geven vanuit de lucht. Dus ja. We gaan het met die proberen. In het geval dat de laatste is, ik hou heel veel van jou. Ook nog die kleine mee. Ik hou ook heel veel van jou. Dat zal wel goed komen. Ja, toch?
ben benieuwd of het lukt. We gaan het gewoon met allebei proberen. Toch? Ik heb onwijs veel zin in. Wat duurt nog even hoor. Halverwege hoor ik dat hij allemaal mag losstoppen. Yeah. Is hij nog eerder terug op de grond? Zit hier met de grond gehouden? Gouden band. Zo, nou. Dan zou ik hem vasthouden. Zo maar gewoon, hè. Baby staat klaar. Nog even wachten op de lier. De wind is goed. Sorry voor het trillen. Maar dat heb je als je hem inzoomt, hè? Ja, een beetje uitzoomen. Ja, het windje is lekker, waardoor we natuurlijk een stuk hoger gaan. De vlucht wat langer zal zijn. Zo wordt aan de lier gekabeld. Nou, René zit vast. Ze mag goed blijven lopen. Anders gaat ze vol op de muil. Dat willen we niet. Kijk, daar gaat ze. Kabeltje strak. En rennen. En rennen, 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 rennen. Zo ja. Zo. De gaatse. Better. You got me singing, way oh, way oh, oh. You look like a guy who could treat me right. Way oh, way oh, oh. Boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Way oh, way oh, oh. Ja, top knoe dit, man. Take a drive.
Was het baby? Goed? Voor jou? Wel snel, hè? Ja. We are alive! Hey guys, sorry. Geen begrafenis. Sorry. We leven nog. Dat is gaaf, hè? Man, 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 wat was dit vet, zeg. Acht. Iedereen. Acht. Wat zei ik nou? Acht. Acht. Nee, echt iedereen aan te raden. Paracelen. Echt zo vet. Ik wil nu alleen nog maar ook parachute springen en bungee jumping de hele week, man. Ja, het was echt heel gaaf. We moesten even wachten, want de wind was heel erg wisselvallig. We zijn zelfs van locatie veranderd, dus ja. We gingen naar de andere kant vanwege de wind. Net als mijn humeur. En, maar uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Goed geregeld uiteindelijk, het was gewoon gezellig. Ja, en, prettige vlucht ook. Ja, prettige vlucht. We hadden aardige piloten. Ja. Dus helemaal toppie. Bedankt voor het kijken. Mocht je dit een leuk filmpje vinden, duimpje even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Abonneren, belletje drukken. Yes. En tot de volgende vlog. Tot de volgende. Ciao. 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 Ciao.